Het zijn jagers. Ze werken in opdracht van iedereen die maar veel geld aan ze betaalt. Met dit zwakke ironpak kom je niet ver. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Jungle Survival aflevering. We zijn in een soort van... Ja, wat is het? Een geheime kamer? Een hideout? Een schuilkelder? Een schuilplek, inderdaad. Want we hebben een bericht... Oh, daar is hij. We hebben een bericht van deze man gekregen of wij langs wilden komen. Oh jee. En hij wil ons uitleggen waarom hij zich verbergt in deze plek. En ja, als je het gemist hebt en als je nieuw bent bij deze aflevering, het is echt een hele rare plek. Hierachter zie je een open haard. We zijn letterlijk door een geheime opening in de open haard naar binnen gegaan. Ja, in een soort van verlaten huis ook weer. Het is heel vreemd. Nou, we komen straks hopelijk buiten, dan kunnen we het laten zien. Nou, dat gaat wel lukken hoor. We hebben onze zwaardjes. Hey, Minecraft Pros, Minecraft Pros. Nou, mocht jij denken van Wouter, waar kijk ik naar? Dit is Jungle Survival. Als jij afleveringen gemist hebt, check het eerste linkje in de beschrijving. Dan kan je ook de vorige aflevering zien. En de afleveringen daarvoor, die staan allemaal op volgorde. Want het is natuurlijk een verhaal wat we volgen in deze survival. Dus het is leuk als je weet waar het over gaat. Maar ja, nu gaan we naar die man toe. Wat willen we eigenlijk van hem weten? Ik wil wel weten waarom die ons nou wil spreken, of niet? Nou ja, ik ben ook wel benieuwd waarom die ons aan het bespieden was. Dat is ook wel een goede vraag, inderdaad. Dat was ook raar, dat hij naar ons keek toen... Ja, in de eerste aflevering zagen we hem gluren vanuit de bosjes. Precies. En blijkbaar verstopte hij zich dus op deze plek. Maar waarom? Waarom is hij hier? Dat is de vraag waar we vandaag achter gaan komen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Zullen we met hem gaan praten? Laten we dat doen. Oké. Maar hallo? Ik zou wel... Oh, sorry. Ja. Je zwaard dicht bij jou. Oké, ja, maar misschien moeten we hem nu wel even uitdoen, want anders lijkt het alsof we heel agressief zijn. Oh ja, dat is ook weer waar. Ja. Maar hou hem dan wel op het eerste slot. Ik hou hem op het eerste slot. We gaan met hem praten. Hallo, meneer. Hallo. Hallo, we zijn er. Oh, daar is hij. Daar is hij. Oh ja. We zijn er. Hallo. Oh, wat gezellige inrichting echt. Ah, oh. Wat goed dat jullie er zijn. Jullie zijn niet gevolgd, toch? Ik heb niemand gezien. Nee, ik ook niet. Wil jij nog even checken bij de open haard? Niemand naar binnen? Ja, is goed. Denk het niet, toch? Nee, hier is niemand. Oké. Okay. Nee, we zijn zeker niet gevolgd, maar we waren wel benieuwd. Waarom wilt u ons eigenlijk spreken? Goed, ik wilde jullie vertellen waarom ik ondergedoken zit. Ik ben Beer. Dat is wel een coole naam, hè? Ja, ik vind Beer ook echt een coole naam. Toen ik jullie de eerste dag zag, dacht ik namelijk dat jullie ook naar mij zochten en rende ik van jullie weg. In de dagen daarna kwam ik erachter dat jullie niet bij hun hoorden. Vandaar dat ik jullie dit bericht stuurde. Oké. Bedoelt hij die... Ja, hij bedoelt waarschijnlijk die andere guy die op Oreo kwam aanrijden, toch? Oh ja, die meteen al met allemaal bedreigingen begon. Ja, precies. Nou ja, wij horen inderdaad niet bij hun, maar wie zijn zij eigenlijk dan? Ja, weet jij dat? Ben ik ook wel benieuwd naar. Het zijn jagers. Waarom zit je de hele tijd Ja, sorry. Ik ben niet zo handig. Je moet niet in vuur redden. Mijn sushi. Oh, verdorie, liefie. Hij probeert ons iets te vertellen. Sorry hoor, meneer. Maar hij zei tegen ons, het zijn jagers. Ze werken in opdracht van iedereen die maar veel geld aan ze betaalt. Ze zijn meesters in camouflage, valstrikken zetten en vechten. Ik hoorde ook dat ze iets van jullie hadden meegenomen. Dat is geen fijne situatie om in te zijn. Oh. Ja, inderdaad. Oreo hebben ze van ons meegenomen. Ja. Maar hoe weet jij hier allemaal vanaf? Daar ben ik ook benieuwd naar. Maar ja, hoe kunnen wij ze vinden? Ja, dat vind ik inderdaad een goeie. Kun je ons helpen? Kan je vertellen inderdaad, waar we ze kunnen vinden anders? Die jagers. En hoe we ze überhaupt kunnen vinden? Ze zijn moeilijk te traceren. Maar met de kaart die ik hier heb, kom ik een heel eind. Cool. Het enige wat ik dan nodig heb, is een kompas om een route voor jullie te maken. Als jullie mij een kompas brengen,
en een stack aan brood voor de moeite. Zo, oké, hij wil meteen lekker eten. Dan zal ik jullie verder helpen. Daarnaast zou ik iets betere gear maken. Uh-oh. Met dit zwakke iron pak kom je niet ver. Oh, oké. Dat, dat klinkt niet en we goed. Gaan gear met fire resistance maken. Ja, dat is een goeie. Oké, maar dankjewel voor alle info. Ja, dankjewel, Beer. We komen terug met een kompas en een stack aan brood. Oh. Oh. En hij is weer... Hij is onzichtbaar. Oh. Wow. Kan hij zo ook zich rond... Ah, wat een beer. wat een beer. Coole naam is Beer. Ja, ik vind Beer ook wel echt een vette naam. Wacht, volgt hij ons nu of niet? Ik weet het niet. Hij is onzichtbaar. Hij is... oh, jee. Maar hij... Oh, man. Oké, er zitten dus jagers achter hem aan. Maar waarom? Dat heeft hij niet verteld. Nee. Nou maar ja, hij vertelde wel... Ja, ik ook. Maar hij vertelde wel dat de jagers gewoon worden ingehuurd voor iedereen die geld betaalt. Ja. Dus ja, het kan natuurlijk elke reden zijn. Misschien heeft iemand gewoon een hekel aan hem en hebben ze iets van... Nou, ik betaal lekker jagers. Oh, pas op voor die creepers. Gaat hij pas op voor die creepers. Wow. Oh. Oké. Oh jee, hoe gaan we daar vanaf komen? Ik breng hem naar jou toe. Toppie. Mooie krater. Niemand die dit ziet. Jongen. Oh, nee. Nou ja, dus ik weet niet waarom ze naar hem op zoek zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet per se iets ernstigs te zijn. Nee. Zoals ik al zei, het kan ook zijn dat iemand een hekel aan hem heeft... en dan jagers op hem afstuurt. Jeetje. Toch? Maar kunnen we hem zomaar vertrouwen en hem helpen? Straks is hij ook een bad guy. Ja, wie weet. Maar ja, hij zegt nu dat hij ons wil helpen met Oreo te vinden. Ja, dat is waar. Dat is wel belangrijk. Dat is überhaupt al een fijn iets. En hij wil dus daar in ruil voor een stack aan brood. Dus ik denk dat hij niet zoveel eten daar beneden Kunnen heeft. Kunnen we hem niet gewoon sushi geven? Daar hebben we meer van. Ja, dat is waar. Maar ik lekker broodje is ook wel lekker hoor. Dat is waar. Want, nou, dan moeten we maar een stack. Dat is 64, of niet? 64 broden. Wow, dan moeten we... Oh ja, dan gaan we... Wacht, dan had ik al ja, de reis. Ja, dan net zeggen, weg. Dan gaan we niet het reis doen. Oepsie. Nou, dan gaan we dat in ieder geval maken. Dan kunnen we met het kompas en de broden dan naar hem toe. En dan weten we gewoon waar we Oreo kunnen vinden. Ja, dat hopelijk vindt hij het dan natuurlijk. Want hij moet nog de route maken. Ja, dat is waar. Heb jij voldoende wheat? Ja, ik heb hier nog wat seeds die ik plant. En ik heb net 30 opgepakt. Oké. Dus dat is wel nice. Anders kan ik weet nog je wat trouwens... Doen. Ik ken iemand anders die ook veel broden bakt. Oh? Jij ook? Nee. Je hebt vandaag een brood gekregen. Van de broodbakker. Oh, bedoel je mijn mama? Ja. Ja. Dat is waar. Ik moest eraan denken nu. Hij vraagt om 64... Of 64 broden. Ja. Dat jouw mama is nu ook een beetje bakker aan het spelen. Nou, jouw papa ook. Ja, dat is waar. Ja, die zijn allebei lekker brood aan het maken. Wij doen het nog niet. Nee. Alleen in Minecraft. In Minecraft bakken wij brood. Ja. Maar ik moet zeggen, ze had een broodje vandaag voor ons meegenomen. Ja. Dat was wel erg lekker. Dat was echt super lekker. Het is zo lekker als het zo lekker zacht is. Ja, precies. Oh ja, gewoon vers. Er gaat niets boven vers brood. Maar dan ook nog, zeg maar, de geur. Ja. Dat is helemaal lekker. Zeker. Maar we hebben een probleempje. Want hij zegt dus dat wij onze gear in diamond moeten hebben. Moet het dan ook nog enchanten? Of tenminste, hij zegt het niet letterlijk. Maar ja, hij zegt dat iron zwak is. Ja, ik denk dat we dan sowieso moeten kijken naar... Diamond gear, ja. Dat moet haast wel. We hebben nu 24 diamonds. Oké, daar redden we het niet helemaal mee. Nee. Misschien dat we die dan nog even opbergen. We hebben echt nu al chestruimte tekort. Ja, ik weet het. We moeten ook weer gewoon zo'n chestroom en alles maken. En sowieso waren er echt hele leuke suggesties van kijkers van dingen die we nog moesten maken. Ja. Dus, maar we zijn net begonnen met de survival, hè? We moeten ook niet te veel van ons vragen. Nee, dat is waar. We kunnen niet alles in één aflevering al helemaal... En dat zou toch ook niet leuk zijn? Dan hebben we vandaag alles gemaakt en zeggen we... Nou jongens, dat was de serie. Ja. We zijn klaar. Toedeledokie. Toedeledokie. Wij gaan lekker broden bakken. Dat is natuurlijk ook niet leuk. Nee.
Kan ik hier... Wat vind jij? Het begint net avond te worden. Maar zou ik hier gewoon een boom kunnen kappen? We hebben echt heel veel hout nodig. En het is allemaal zo'n beetje op. Ja, tuurlijk. Welke zal ik pakken? Want ik wil niet ons aanbeeld of ons beeld hier verstoren. Het moet wel een beetje mooi blijven. Nou kijk, ik heb hier allemaal bomen geplaatst. Dat zijn wel minis. Dit zijn hartstikke grote bomen. Nou, heb je die hier achter gezien? Dat ja, zijn... oké, die zijn iets groter. Klein beetje groter. Maar ja, we kunnen sowieso even wat hout hakken. Ondertussen moet de wheat groeien. Ja. Zodat we daar natuurlijk brood van kunnen maken. Maar wij hadden in de vorige aflevering hadden we iets gevraagd aan de kijkers. Kan je het nog herinneren? Ja, zeker. Wij hadden namelijk, ik ga wel even die kant op. We hebben de vorige aflevering hebben wij de Hall of Fame gemaakt. De befaamde ruimte waar wij onze kijkers eren. Maar die heeft een nieuw jasje. Die heeft een nieuw jasje. Die zit namelijk deze keer onder de grond. En wij hadden een vraag voor jullie. Moeten wij gaan voor het glasdesign? Oeh, ja, strak. Of moeten wij gaan voor het ruwe, rauwe... ja, gewoon een beetje een natuurlijke design waar we niet glas ervoor doen. We hebben daar uiteraard een poll voor gedaan, zodat jullie konden stemmen. Ja, die was je niet vergeten. Die was ik niet vergeten. Nee, en er zat zelfs nog een derde optie in. Ik weet niet of je die toevallig had gezien. Ja, die heb ik gezien. Ik had de optie, wil je het glasdesign, het niet-glasdesign, of... Ik weet niet meer, wat had ik ook weer geschreven? Topper, niet de poll vergeten. Topper, je bent niet de poll vergeten. Hey, ja, precies. We zijn allemaal trots. En 8% van de mensen hebben gestemd op Topper, je bent niet de poll vergeten. Dankjewel, jongens. Ik ben ook heel trots op mezelf. Dit is echt een mijlpaal in mijn carrière. maar daarnaast hadden jullie ook natuurlijk gestemd op glasdesign of niet. En 11% van jullie, de minderheid, stemde voor... Jeetje, jij spoilt het. Ik wil het spannend maken. Sorry. Heb je ooit gehoord van spanning opbouwen in een verhaal? Oh, nee. Maar ik ben blij dat jullie voor mijn design hebben gekozen. Oh, daarom. Je wilde gewoon snel zeggen dat ze voor jou hebben gekozen. Nee, inderdaad. Nee. Het glasdesign had 79% aan de stemmen. En zonder glasdesign had 11%. Dus dat betekent dat we inderdaad het glas hier mooi in het design gaan verwerken. Gefeliciteerd, schatje. Ik denk ook dat het heel wat frustratie zal schelen met dat ik niet in de fik ga. Dat denk ik ook. Ja, er waren ook nog andere comments van mensen die zeiden ze van... misschien moet je gewoon water in de buurt gaan plaatsen... dat Marisha zichzelf telkens kan doven. Precies. Maar je weet wat ze zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Oftewel, we kunnen beter voorkomen dat Marisha in de fik vliegt... dan dat we gaan genezen dat Marisha in de fik vliegt. Ik weet. Al zou het ook wel weer grappig zijn. Het zou ook wel weer grappig zijn, maar misschien dat we nog wel een andere leuke aflevering kunnen maken waar jij in de fik kan vliegen. Nou. Klinkt wel leuk, toch? Nee. Nee? Zullen we daarover gaan stemmen? Oh, nee! Even kijken. Oh, ik ga de zand in de oven gooien. Ja, en we hadden nog iets nieuws. Wat hadden wij voor nieuws? Oh, hier is ook nog wheat. Wat we gaan doen met... hoe noem je dat ook weer? De plankjes waar het op staat. Ah, ja, zeker. Gaan we dat nu al vertellen? Of doen we dat de volgende keer? We kunnen het zo vertellen. Laten we eerst het glas doen en daarna vertellen ons idee. De namen worden namelijk... Gaan we op een andere manier doen dan dat we ze ooit gedaan hebben. Ja. Ja, dat ga je straks zien wat dat dan wordt. Want dat zullen we denk ik meteen dan bij Rio toepassen, of niet? Ja, dat lijkt me wel zo eerlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, dat vind ik ook een goed plan. Dat vond ik echt een heel leuk idee van iemand die dat had opgeschreven. Ik ga ondertussen met emmertjes even beneden lava halen. Heb jij voor mij een emmertje? Ja, die heb ik zeker. Ik kom naar je toe. Toppie. Waar zijn die? Oh, ik denk dat ik die ergens in een chest heb gestopt. Ja, waarschijnlijk kijk ik er dan toch weer 10 keer overheen. Ik heb er in ieder geval 2. Ja, ik had er 2 gemaakt. Oké, ja, ik had er ook 2. Ik neem er nu iets meer mee. Zo, 5 doe ik er. Waar heb ik ze wel gelaten? En dan ga ik naar beneden.
Misschien dat ik ze bij het papiertje heb gelaten. Wat? Oh, in de Hall of Fame. Ja. Nou, als je even snel kijkt, anders ga ik naar beneden. Oh, ik mag natuurlijk geen brood nu eten, want dat moeten we aan hem geven. Dat is waar. Daar zitten ze niet in. Okay, oh, wacht, ik heb ze hier. Oké, toppie. Ah, ik denk dat ik een spoeder! Ah! Ja, hier zitten ze in. Oké, top. Ik heb ze. Dan ga ik eventjes wat lava ophalen. Misschien dat jij alvast een beetje kan uithakken in de Hall of Fame. Oh ja, dat is goed. Dan kunnen we dat design gaan doen. En misschien kan je ook al voorbereidingen treffen voor die verandering die we gaan doen. Ja, die heb ik. Oh, die heb je al bij je. Oké, super. Op een mysterieus er altijd. Zo mysterieus. Ik heb zelfs al 4 verschillende. 4? Ja, oh. Ja. Ja, wat zal het zijn, hè, jongens? Ik ben benieuwd of jullie het nu hardop aan het raden zijn. Ja, wat zouden we nou met de namen kunnen doen? Ja, ik wist niet dat je het kon doen. Ik wist het vaag wel. Ik heb het ooit een keer in een video laten langskomen dat kan. Maar ik had er ook nog niet aan gedacht. Ik vond het een goed idee toen ik het las in de comments. Ja, super leuk. En ondertussen zoek ik... Hey, emeralds. Ik zoek niet naar emeralds, maar ik vind ze wel. Lava is hier namelijk op. Die is altijd welkom. We kunnen anders ook beginnen met alleen even glas te doen aan de andere kant van het midden. Zullen we dat even doen? Ja, dat is al een goed begin. Want het duurt wel eventjes om lava te vinden. Dus ja, om nou deze aflevering alleen maar naar lava te zoeken. Daar zo ook minder, hè? Ja. Nou ja, al hebben we al beer ontmoet natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, we proberen elke aflevering zo leuk mogelijk te maken. En hopelijk lukt dat ook. En ik denk dat we op zich vandaag wel een mooie toevoeging hebben aan de Hall of Fame. Dat weet ik wel zeker. Even kijken, ik ga wat glas meenemen en dan kom ik jouw kant op. Cool. Ik ben hier alles mooi aan het maken qua dirt weg en zo. Ja. Dat is ook wel een werkje. Ja, het is toch allemaal meer werk dan dat Oh jee. Klinkt alsof iemand in de fik staat. Ja, het is maar goed dat we dat lava niet doen. Ik pak nu gewoon alvast een bucket of water mee. Oh, ik ga het denk niet redden. Hoe dan? Kom naar buiten. Hoe dan, liefie? Oh, nee. Hoe dan? Ik heb de vorige aflevering nog genoemd. Lava plus vriendin is problemen. Oh, nee. Ik kan hem toch niet weer zo noemen? Oh. Is dit je eerste dev? Ja. Nou, het was niet in de eerste aflevering, dus dat Het was niet... Dat is een applaus waard, dames en heren. Kijk al mijn spullen. Gelukkig zijn ze niet in de lava gevallen. Oh, jeetje. Ja, echt een flapdrol, jij. Oh, nou ja, kan gebeuren, hè. Ik vind het wel jammer. Ik had er wel bij willen zijn. Ja, ik was inderdaad niet... Ga je die pakken? je dacht erover naar beneden te springen, toch? Oh, nee. Maar ik ging wel kijken, zo van... Even kijken. Dus ja, we moeten dan eerst het lava plaatsen en daarna het glas. Dus hier komt lava. Maar hier moet het even weg. Als ik hier één doe. En deze moet verder naar achter. Heb je die al verder eentje naar achter gedaan? Nee. Omdat ik er niet doorheen kan... Oh, kan je er gewoon... Ja, ik wist niet hoe ver die was. Dus ik had zoiets van, ik wacht wel totdat jij er bent. Dat je hem gewoon kan oppakken. Oh, volgens mij heb ik tot het licht gedaan. Ja, oké. Ik moet even de bovenkant repareren. Nee, daar gaat de lava source. Oh, nee. Hè? Maar ik dacht dat ik hem hoger had gedaan. Maar maakt niet uit. We moesten dit toch nog doen. Zo. Hallo. Oh. Oh. Even naar beneden donderen. Wat ben je aan het doen? Nee, dan moeten we juist... Oh, verdorie. Oh, nu is hij ook nog kapot. Dit gaat helemaal fout. Wacht, ik moet hem dichtmaken, toch? Zo. Dit is echt verschrikkelijk. Heb je voor mij een pickaxe? Misschien. Anders ga ik met mijn hand doen. Au. Nee, dat heb ik natuurlijk. Ik heb zelfs een hele nieuwe voor jou. Nou, wat een feest. Niet in de lava gooien, hè? Nee. Oké. Dus dan moeten wij
Ja, we hebben hier dat het er boven zit. Op zich is dat wel redelijk cool. Ja, dat is tof. Heb je nou hout erboven geplaatst? Nee. Oh nee, steen. Ja. Oké. Dus even kijken. Het moet dan erboven zitten. Dus dan moet het hier zo. Zo zou die dan. Fancy. Ja, toch? Maar hier moet nog een source komen. Ja, en hierachter deden we ook nog eentje. Zo. En dat doen we inderdaad hier. Nou ja, ik denk hier. Ja, we moeten het eigenlijk... Ja, moeten we het helemaal... Oh, moeten ze helemaal... Dat is een beetje de vraag. Hier hebben we het ook niet. Nee, dit gaan we nu gewoon dichtmaken. En dan gaan we later... Gaan we dit wel gewoon eventjes recht trekken. Toch? Nu gaat het meer om het idee. Ja. Ik vind het wel leuk dat het beweegt nu. Ja, dat is waar. Het blinkt. Want anders dan wordt het... Ja, anders dan wordt het natuurlijk plat. En ik moet zeggen, het verlicht ook wel heel erg mooi. En ik zie nu dat eigenlijk de lava één lager moet zijn. Zie je dat? We kunnen net deze zo doen. En dan zo. Kijk. Prachtig. Ik vind prachtig, het pretty. Prachtig. Nou, gaan we dan nu laten zien wat we met de bordjes in gedachten hadden. Ja. Heb jij nog een bordje? Nee. Heb jij een bordje? Ik heb geen bordje. Oké, dan ga ik even een bordje maken. Vertel jij hier, ondertussen... Ik heb hier een bordje. We kunnen toch. Hier... Dus ik heb nu nog geen bordje, maar we kunnen hier een bordje maken. Nou, laten we een bordje maken en dan vertel jij ondertussen wat het idee was. Of van wie het idee was. Het idee is dat wij de namen in kleuren gaan doen. In kleuren, zeker de signs. En de letters erop krijgen gewoon kleuren. Ja, en ik wist helemaal niet dat dat kon. En hoe dus doe je dat dan? We gaan Rio er opnieuw op zetten. Oh, volgens mij had ik dit helemaal niet hoeven doen. Volgens mij ook niet, maar dat maakt niet uit. Nou, laten we het proberen. Rio is de eerste, die krijgt dan rood. Zal ik gewoon... Doe het. Oh, hey, Rio! Nou, en zo gaan we dus iedereen andere kleuren geven om een tof soort van regenboog-effect hier te maken. Ja, precies. Alleen toen hadden we wel één vraag, want we hebben natuurlijk Jabby hier staan. Ja. Moeten we Jabby dan eigenlijk... Eigenlijk moet Jab dan telkens van kleur veranderen. Dat zou het meest logischer zijn. Zou dat kunnen? In onze survival is van alles mogelijk. Oh. De vraag is alleen of jullie dat willen. Willen jullie dat we Jab zijn bordje van kleur laten veranderen? Als we dat kunnen. Automatisch. Ja, dat hij dan telkens van kleur verandert. Laat het even weten in de comments hier beneden. En dan zit ik te denken, eigenlijk moet er nog iemand op de Hall of Fame zetten, of niet? Ja. Heb jij een leuk iemand? Niet 1, 2, 3. Heb jij iemand? Nee, ik ook niet. Nou, laten we dan gewoon in de laatste video kijken. Iemand nee, dat heb ik, heeft. Dat heb ik. Oh, je zit me gewoon te trollen, jij. En weet je wie dat is? Vertel. Dat is Thijs. Thijs! Thijs! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Thijs. Thijs, we hadden natuurlijk de vorige aflevering heel veel over duimpjes en die sterren die YouTube eerst had en of je blauw was en groen. Ja. En Thijs die zegt, yep, het duimpje is blauw. Ik ben Thijs en ik wil graag op de Hall of Fame. Nou, Thijs die heeft dus gecheckt dat hij blauw is, wat betekent dat hij heeft geliked. Topper. En natuurlijk is Thijs niet de enige die geliked heeft. Nee. Volgens mij waren er bijna 8000 mensen die geliked hebben. Dus jullie zijn toppers. Kijken of we net zoveel duimpjes hier nu op kunnen krijgen. Maar we hebben één iemand uitgekozen voor deze aflevering. En hij heet TDBlocks. Als het goed is, heb jij Dai. Ja, als het goed is, heb ik Yellow net subtiel in mijn inventory gezet. En deze heb ik ook nog. Oh, maar dan wil ik blauw aan de rechterkant. Ja. Ja, dat vind ik cool. Dan gaan we hier voor blauw. Thijs, jij krijgt blauw. Kabam! Een soort van lichtblauw. Ja, dat is wel heel licht. Dit komt van die kleine blauwe... Van die kleine blauwe bloempjes. Ah, vandaar. Nou, ik denk dat het wel echt een heel leuk effect is als die hele muur zo vol zit met allemaal verschillende kleuren. Ja, dan moeten we wel veel bloemetjes vinden. We moeten veel bloemetjes vinden. We hebben nog veel te doen. En ook in de volgende aflevering heb ik weer een nieuw spel voor ons voorbereid. Oh, wat voor spel? Ja, nou, de uitkomst weet jij niet. Nee. En ik niet. Oh. Dus het wordt een verrassing voor ons beiden. Wil jij weten wat het is? Check dan de volgende aflevering. Maandag komt die online om 5 uur. En zoals je weet, elke maandag, woensdag en vrijdag uploaden wij nieuwe afleveringen. En wij zien jou heel graag bij dat nieuwe spel, want daar gaat
of iets heel erg goeds gebeuren. Of iets minder goeds. Je ziet het in de volgende aflevering. Tot dan, mensen. Doei. Ciao.